Waterschap A en Maas en de gemeente Zomeren zijn op maandag 14 juni gestart met de aanleg van extra waterbassins bij de Slievense Loop. We zijn nu een paar weken verder. Wethouder Louis Winkels vertelt wat er in de Slievenstraat allemaal gebeurt. Wethouder Louis Winkels, enkele weken geleden dan heeft u met de graafmachine het eerste gat geslagen, zeg maar, hier in de Slievenstraat. We zijn nu een stuk verder, hè? Ja, nou ja, we kunnen inmiddels spreken van de Slieve buffer, de Slievense buffer. We zijn hier een waterbuffering aan het graven om het water vooral uit de achterliggende woonwijk zo goed en zo snel mogelijk weg te krijgen van de straat. Want het is een laaggelegen woonwijk, Zomeren Noord, en laaggelegen huizen. En dat betekent water op de straat, betekent ook vaak water in de huizen. Dat willen we niet. Dus daarom hebben we net achter deze woonwijk een grote buffer gegraven. Waar het water heel snel naartoe kan en daarmee het water uit de huizen weg blijft. Wat is uiteindelijk de oplossing voor het wateroverlast in Zomeren Noord? Nou, voor Zomeren Noord, maar niet alleen voor Zomeren Noord, voor de hele, het hele hydrologisch watersysteem van de gemeente Zomeren is dit wel een grote stap. Iedereen weet dat water van hoog naar laag stroomt. En dit is voor Zomeren een van de laagste punten. Dus hier loopt het water naartoe. Nou, als je weet dat het water hier naartoe loopt, zowel over straat als ondergronds door het riool, zorg dan dat je hier een gat hebt waar het water ook in kan blijven staan. Dus eigenlijk is het de gootsteen van de gemeente Zomeren waar het water heel snel naartoe kan stromen, afsterven, zuiver worden. En als het zuiver genoeg is, kunnen we het via de Slievense Loop kunnen we het achterland insturen. Ja, er komt dus een groot gat. Ja. Hier, ja? Die altijd vol staat? Nee. Het wordt geen vijver? Nee, het wordt geen vijver. Het, wordt het is een slim systeem. Het is een septic tank idee. Het werkt met levels. Dus het oppervlaktewater komt hier binnen. Hè. Wordt een vijver 1, een buffer 1, wordt gevuld. Als dat vol is, dan loopt het over de rand heen naar de volgende. Maar het afval, het vuil, het zand wat erin ligt, zakt naar de bodem. Dus alleen het zuivere water gaat naar de volgende. Daar zit een tweede niveau in en zo naar de derde. Ja. Dus er zit een niveau, een compartimentering in, waardoor alleen maar het zo zuiver mogelijk water in 3 levels wordt gezuiverd, waarna het nogmaals de achterland in gaat. Ja, en dat gebeurt dan tegenwoordig keer of 3 keer per jaar, of helemaal niet? Steeds vaker, hè. Dit is allemaal voortgekomen uit de plannen die in 2016 zijn ontstaan door de grote regenval. We hebben steeds vaker te maken, ook afgelopen weken weer. En gelukkig is Zomeren een klein beetje bespaard, maar de gebieden rondom Zomeren, net in het zuiden van Limburg, zijn ze natuurlijk helemaal weggespoeld. Die korte buien komen steeds vaker, korter, maar heviger terug. Dus daarvoor heb je ook robuustere oplossingen voor nodig. Niet alleen even een riool openzetten of een putje groter maken. Je moet echt ingrijpen in het landschap om ook gebruik te maken van het landschap. Hoogte- en laagteverschillen om het water zo goed mogelijk te reguleren. En inderdaad, het komt helaas vaker voor. Klimaatadaptatie. Was het dan gewoon een grasveld of komen er bloemen in? Of? Ja, nou, we hebben gekeken met diverse landschapsarchitecten hoe we dit zo mooi en goed mogelijk aan kunnen leggen. Het wordt in ieder geval geen bakwater waar mensen van denken er komen vliegen, muggen, insecten op af. Dat is het niet zo. Het wordt wel aangeplant. Het wordt zelfs bekeken of het als een sportveld kan dienen voor de school die er net voor ligt. Dus gekeken of er vanuit Egelshoeven, wat daarachter ligt, misschien wel een pad met een brug kan ontstaan om wat korter hier naar het hertenkamp, naar de hertjes te kijken. Hè. De verzorgende willen graag met de mensen of via een rolstoel zo goed mogelijk naar het Slievenpark kunnen lopen. Dus er zijn op allerlei manieren wordt gekeken hoe we deze buffer, die 95% van de tijd leeg staat, kunnen inpassen in het landschap. Maar ook functioneel kunnen maken als sportveld. Mooie kwaliteit, groene aanplant en misschien wel kortere ontsluiting van Egelshoeven. Ja, dus 2 vliegen in een klap. Ja, misschien wel 4 vliegen in één klap. Ja. Naar Zomeren Noord toch, hè? Dat moet nog van alles gebeuren. Ja, dit plan Zomeren Noord bestaat uit 2 delen. Wat hier gebeurt, de Slievense buffer, is eigenlijk een uitbreiding van de buffer die hier aan de overkant ligt. Mensen die dat weten, de Slievenstraat rijden, zien aan het begin aan de linkerkant al een kleine buffer. Dat was het rioloverstort. Daar komt vuil water in van het riool. Nou, wat we tegenwoordig aan het doen zijn, is om het riool te ontlasten. Zoveel mogelijk hemelwater, regenwater uit het riool te krijgen. Want dan loopt het riool niet over. Het riool is gedimensioneerd op ons vuile water, de plas en de poep. En als er van die grote stortbuien bij komen, dan loopt die over. Als je dan zorgt dat die
dat die grote stortbuien, dat water, dat niet in het riool komt, maar heel snel in zo'n buffer als hier afgestort kan worden. En dan wordt het vuile water en het schone water gesplitst. Daarmee wordt de vuile riool minder snel overstroomd, of eigenlijk niet meer, verwachten we. En het schone water wordt heel snel nogmaals in deze buffer neergezet. Dat is deel 1 van de oplossing. Deel 2 is dat de wijkzomeren Noord, Hoepelakkerstraat, de Noorderlaan, die straten, die worden ook aangepakt. Dat zal net na de vakantie gebeuren. Daar is met de buurt is daar een afgelopen jaar gewerkt aan een buurtplan. Daar worden trottoirs aan één kant opgeheven met meer groen, waardoor het water daar makkelijker de grond in kan. De wegen worden wat verlaagd aangelegd. Ik heb het al eerder verteld, niet meer in een boog, maar in een geulvorm, waardoor het water op de straat blijft staan en juist niet aan de zijkanten in het riool loopt. De trottoirs worden opnieuw aangelegd met waterdoorlatende pakketten. De inritten worden bij de mensen opnieuw aangelegd. Nou, zo wordt de wijk in Schomer-Noord wordt aangepakt. Er komt ook niet meer een brede straat waar met twee richtingen, maar een eenrichtig verkeer. Allemaal ideeën en plannen van de buurt zelf, met de gemeente, andere parkeerplaatsen, voldoende parkeerplaatsen, om sowieso het water in het woonwijkje zo goed mogelijk te reguleren. Niet meer in de huizen, maar op straat. En als het dan op straat ligt, kan het meteen, zoals wij dat noemen, bovengronds naar deze buffer afstromen. Dus dan komt het water van de straat, zuiver water, komt in deze rioolbuffer. Ja, dus dat is het einde van het zandzakken tijdperk. Als het goed is. En ik kan niet in de glazen bol kijken en de buien worden steeds heviger. Want waar wij nog wel eens een halve meter in het water staan, stonden ze in Meersen 3 meter in het water. Dus de buien worden heviger en klimaatadaptatie betekent dat het zichzelf versnelt. Progressief, het wordt steeds heviger. Ik kan niet in de glazen bol kijken, maar vooralsnog moet dit leiden dat de wateroverlast in de huizen bij de mensen hiermee voor het grootste deel verleden tijd is. Frans Meeuwis van de Hoepelakkerstraat. Ja, je komt hier als aandachtig toeschouwer of bent u geïnteresseerd? Hè? Wanneer is er dan zo'n beginnen? Ja. Want, je hebt er zelf ook last van gehad. Ja, wij hebben al 3 keer het huis onder water gehad sinds dat we daar wonen. En er zijn de mensen die hebben nog wat meer onder het water gestaan. Denk ik, want dat is al 40 jaar bezig. Hè? Ja. Zolang is die wijk besteed, is het altijd een probleem geweest. Je woont er al zo lang of niet? Nee, ik woon er zelf een goede 40 jaar. Langs dat? Ja. Maar je hebt 3 keer meegemaakt dat alles onder stond? Zelf 3 keer. Ene keer lag het denk 20, 30 centimeter onder water. En de andere keer hebben we net kunnen voorkomen zo, dat in de woonkamer. Niet, maar in de keuken en in de gang wel. Ja. Ja. En de schade was enorm, of niet? De schade, dat is meubels, vloerbedekking en alles. En ik weet al, veel oude mensen hebben oude meubels. Hè, en dan komen ze bij de verzekering en zeggen, ja, maar die meubeltjes zijn al 15, 20 jaar oud, daar kunnen we niks meer vergoeden. Ik kan op z'n hoogst nog een beetje oppoetsen. Ze komen nog bij dat gevecht met de verzekering. Ja. De oplossing die is nou aandragen, die stel je wel in? Ik hoop wel, van wel ja. En ik hoop dat we geen water bij een huis krijgen. De laatste keer dat je gehad had, was vorige week nog of niet? Ja, toevallig vorige week hebben we geluk gehad. Ja. Toen waren maar een goede 30 mm water bijgevallen, dus dan kunnen we het nog niet binnen. Maar zo, als het meer dan 40 mm water komt, dan kunnen we het huis binnen. Dus je houdt weerberichten goed in de gaten altijd? Ja, houden we altijd goed in de gaten. Ja. Maar als er een oplossing is, dan weet het ook niet meer, denk ik. Niemand niet. Nee, dan zou ik het niet meer weten. Ja. Maar ja, als nou de weg allemaal gaan veranderen, dan... Dat moet dan toch lukken, hè? Ja. Ik hoop van wel. Ik hoop dat we dan met een gerust hart ergens naartoe kunnen gaan. Hè? Ja. En dat we niet moeten denken van, we moeten een huis als donker begint te worden, een regenbui zien, dan moeten we maar geweld naar huis in. En dat is niet de bedoeling. Hè? Ja. Ja, de mensen hebben al lang in de stress geleefd bij ons in de buurt, dat weet ik wel. Ja. Dat komt eindelijk een eind aan. Gelukkig wel, ja.